Verwint hem maar eens goed, hè, vanavond. Hij verdient het, echt waar. Dat zal ik zeker doen. Ik kan u natuurlijk ook altijd een paar tips meegeven, hè. Is niet nodig. Al zijn oorlelletjes al eens geprobeerd? Daar wordt hem helemaal wild van, hè. Oei, sorry. Waar is mijn dochter, godverdomme? Alsjeblieft, kalm. Zie je niet wat er gebeurd is misschien? Ik moet toch weten waar mijn dochter is. Nee. Waar is ze? Waar is ze? Cindy. Is een mooi engeltje. Thuis. Mooi engeltje. Een engeltje. Noem ze raaskoud. Hij was in de Veronique. Laat ze gerust, weet niet wat ze zegt, weet niet veel moed verloren. Kom. En wat is er gebeurd? Ja, kom. Ga weg. Kom maar, ga weg. Godver. En je blijft daar staan, hè? En laat me mijn werk doen, alstublieft. Toch weet je misschien dat ze hier doodbloedt. Zie je toch dat dat geen zin heeft, of aan? Doe me na. Kom, kom. Ben, kwaad. Juist, ja, kom. Je moet je kalm houden, hè, Veronique. Kalm. Dat ik je kan verzorgen. Hm? Zo. Ik kon er niet aan doen. Nee, nee, natuurlijk niet. Dat komt allemaal. Dat komt allemaal goed in ons. Schuld van heksen. Heks. Dat zie ik graag, zie. Dat jij zo braaf op mij zit te wachten. Dat zie ik graag. Hm? Ah. Wat eten we? Hm? Boterhammen. Zeg, als wij vanavond nu eens uit gingen eten, hè? Jij en ik. Nee, kom aan, trek iets moois aan, schmink u een beetje, hm? En we vliegen er eens goed in. Is er iets mis met wat ik nu aan heb? Is het niet chic genoeg voor u? Hm? Hier, zo. We hebben iets te vieren. Voor de oude saap, ik heb je toch goed liggen gehad. Dat is nog niet alles, hè. Hier. Hebben we nog niet genoeg gezopen? Hè? Champagne, hè. Daar krijg ik nooit genoeg van. Dat is zoals van nu. Breng jij eens twee glazen mee? Voilà, een kampjes. Nu rustig, rustig, rustig. Heks komt. Ja, maar welke heks? Je bedoelt de man die u gevangen heeft gehouden. De deur. Vast. Vast. Ik wist het, hè. Waar is hem? Waar is hem? Waar is hem? Marcel is lief. Zorgt goed voor Cindy. De deur moet vast. De heks komt. Valerie, Valerie, kom. Cindy af. Pakken. Cindy, Valerie, pak Cindy af. Ja, Cindy, pakken. Zeg, weet jij waarom dat wij topmodellen, hè? Alleen maar champagne drinken?
Omdat er heel weinig calorieën in zitten. Hier, ze. Wat wil je daarmee zeggen? Vind je mij te dik of zo? Hm? Nee, niet te dik. Niet te dik. Juist goed genoeg. Ik ben wel niet zo slank als Isabel. Oh, Isabel, Isabel. Ik heb dat nooit goed bekeken, Isabel. Maar zij u wel, hè? Ja, misschien. Het is haar een job. Kom, waar gaan we eten vanavond? Ik heb geen oorzin, hè. Hier, drink dan ook eens. Canada. Ja. Ja, we gaan naar Canada. Met Cindy. En met ons drieën. We moeten eerst Cindy vinden, hè. En waar is ze? En waar is ze? Kom, vooruit. We moeten terug naar het hospitaal. Kom. Gaat het? Ja. Ik ben weg. Marie. Laat mij los. Ja. Laat mij los. Kom eens hier, dat ik je eens knuffel. Zeg, we gaan ons toch een beetje amuseren vanavond. Hè? Hm? Wat denk je? Hè? Zeg. En er is niemand thuis. Je mag zoveel lawaai maken als dat je wilt. Altijd zoveel geer doen. Kom maar, geef me eens een kus. Ik heb geen goesting. Geef me een kus. Ik heb geen goesting. Ik heb geen goesting. Versta je nou niet? Ik heb geen goesting. Geen goesting? Jij hebt nooit goesting de laatste tijd. Wel, ja, daar heb jij al iets op gevonden, hè, of niet? Je hebt toch al iemand anders om aan je oorlelijkers te sabbelen? Ik ben ondertussen naar de kliniek, hè. Voorzichtig. Waar is jullie, Veronique? Wat is er gebeurd? Ik zal niet kwaad zijn. Waar is ze nu? Kom aan, kom. Ja, stay, doe het. Allee, fluit maar, je zegt me dan tenminste wat er scheelt. Doe niet zo onnozel, dat weet jij goed genoeg. Wat is dat met die oorlellen? Moet je niet zeggen wie dat naar hier gebracht heeft, zeker? Hè? Het is mijn boxershort. Ik ben niet. Alsjeblieft, Paul. Dank je, Rosa. Koffietje en de rekening. Dank je. Zeg, Rosaske, wanneer wilde jij nog eens coiffeuzetje spelen? Ja, mijn haar is wel lang. Alleen mijn pirkjes. Ik je dat nog eens doen? Ja. Ja, je weet, wanneer dat je wilt, kan dat vanavond doen of morgen, zie maar. Hè. En ik wil, als ik er nu eens ineens nog een spoeling eens kan opzetten. Dat is goed. Huh? Je mist je kapsalon, hè? Jenny, ik kan aan geen mens vertellen hoe hard ik dat mis. Dan zeg je dat ik er eens op gevloekt heb. Hè. Dat ik ze vroeg moest opstaan en die klanten die vervelend waren. Ik zou ze allemaal voor niks doen. Zelfs Felicien. Oh. En zo raakt een mens één voor één alles kwijt. Hè? Eerst mijn dochter, dan mijn kapsalon. En dan de man waar ik oud mee wil worden. Dat is toch maar een fase, hè? Ons PG gaat niet wegblijven. Hè? En werk, dat ga je rap genoeg vinden. En uw droomprins, die zal ineens voor uw neus staan zonder dat je er erg in hebt. En intussen mocht jij mijn haar blijven doen zoveel als je wilde. Als het maar verniet is. Dank u wel. Heb jij geen honger? Ik heb nog wat spaghetti. Goesting? Wel, ja, eigenlijk. Ja, dat is tof. Ja, lekker. Ik zal hem in de micro half zetten. Ja, bedankt.
Alsjeblieft, Rosa. Dat is niet juist. Oh. En hij was buiten gewoon lekker. Is het echt? Allee, bedankt. Ja, volgende keer. Volgende keer. Amai. Moffa! Entschuldigung, mein Name ist Van Gutem. Ich bin Arzt. Sie verstehen Niederländisch? Ja, kein Problem. Ich habe da net gebellt. Mein Patient heeft een Selbstmordpoging unternommen en sie heeft veel Blut verloren. Maar ik heb de eerste Sorgen al toegediend. Ja, komm aan! Okay, ich habe den Arzt aufgerufen, er kommt sofort. Ja, danke, danke schön. Bitte. Mevrouw is hier vanavond soms geen klein meisje binnengebracht. Ja, ze is hier. Je grootvader had ze zo even hier aangeleverd. Hij zit daar in Barteron. Grootvader. Wat hebben jullie gedaan? Ik maak het niet van de hand. Kan dat niet zeggen? Schijt er mij uit. Kom hier. Voor een naar buiten. Naar buiten. Excuseer, mevrouw. Sorry. Rosa, waarom geen slaap mee? Amai, ik ken uw naam nog. Wat doe jij hier? Ik ben ter hoek gekomen. En sneller dan wind. Rosa, ik kan nog niet missen. Echt geen 3 maanden. Zelfs geen 3 dagen. Mijn hart brak. Elke keer als ik aan uw schone ogen dacht. Dan hadden we misschien wel eens kunnen bellen. Dat is er mis met uw gsm. Mobiel telefoon is afgepakt. Door wie? Door de douane. Ik heb 2 dagen in gevangenis gezeten, omdat ik terug grens over wou. Maar ik ben ontsnapt en toen ik was in Duitsland, ik heb Boucher genomen. Ik ben terug naar België gekomen. Maar alleen om bij u te zijn. Echt waar. Alleen om bij u te zijn. En heb je daar afgezien in de gevangenis? Ik heb 2 dagen niet gegeten. Ze hebben mij oren ondervraagd. Maar het is niet belangrijk. Ik wist, ik zou terugkomen bij O. Bij O alleen. Rosa. En ik blijf bij O. Voor altijd. Oh, Waldeck. Jij ging toch 3 maanden wegblijven om je papieren in orde te brengen? Ja, maar ik kan geen 3 maanden leven zonder Rosa. Dus je papieren zijn niet in orde. Pak Boucher dan maar terug. Waldeck zegt dat niet waar is. Rosa, alstublieft geen zorgen maken, alles is geregeld. Ja, hoe dat zegt dat is. We gaan nu niet bespreken, dank u. Rosa, nu wij zijn weer samen. Ja, Ting, kom, de spaghetti is klaar. Eten. Waarom heb je nu toch eens niet gebeld? Is er nu echt in heel Polen geen telefoon te vinden? Hoe verrassen. Ja. Het is u dan heel goed gelukt. No lol, vind je. Hé, hey, die spaghetti wordt koud. Och, wat staan we hier onze tijd toch te verdoen? Mijn dochter die ligt daar, hè. En die klootzak die heeft ervoor gezorgd dat het zover gekomen is. Maar ik heb haar gewoon... Wender, waarom laat je de dokter zijn werk niet doen? In de boven loopt er toch alleen maar in de weg, hoor. We zullen straks wel horen hoe het met dat is. Zeg eens, wat weet jij nog meer over het meisje? Ik heb haar gewoon... Kijk, Julie die bloedde een beetje. En Veronique, die was heel ziek geworden. Oh. Niet alles tegelijk. Waar bloedde ze? Hier een beetje. En hier. Ja. En hoe heeft ze die verwondingen opgelopen? Ja, zoals ik zei. Veronique die was heel ziek geworden in haar hoofd. Ze had geen pillen meer. Ja, en toen ben ik naar de apotheek gegaan in de stad, maar die wilde mij die pillen niet meegeven. Nou, dat zal wel. Zonder voorschrift. En toen ik bij mij thuis aankwam, rende Veronique met Julie het bos in. Ik ben erachteraan gelopen. En Veronique die struikelde. Ze viel. Julie kan ook. Ze bloedde. Ja, en toen heb ik die kleine meteen naar hier gebracht. Ja, en hoe was het dan met haar?
Wat hebben de dokters gezegd? Dat weet ik niet. Het staat ons hier uit te lachen, hè? Die maakt ons gewoon iets wijs, Dre, dat zie je toch? Maar nee. Ik ga de politie verwittigen, Dre. Ik laat de flikken komen, hè, ventje. En hangen, hè. Hangen zult je. Werner, ik denk niet dat dat een goed idee is. Bij Wakker was Gilmel zat en Gevul van Kroek en viel in slaap. Dan, ik heb sleutel gepakt gewoon en zou ik ben kunnen ontsnappen. Hè. En, maar ik moet zeggen, Rosa, was niet gemakkelijk om... ik kon zelf niet op binnen staan. Om dan Poolse douane onder tafel te drinken. Na zdrowie. Echt waar. Maar Waldek is sterke grizzly. Maar, is waar? Mooi, wat glint in die beerken toch? Die je dat allemaal helemaal alleen moeten doorstaan. Ja, ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Oké. Kijk, je loopt toch? Ja. Ja. Ik wou je niet wezen maken, hè? Nee, dat zou jij zeker niet durven, hè? Rosa, als toch. Oké. Oké, ik heb geen drie dagen zonder eten gezeten, maar twee dagen, hè? Ja. Mm. Iets gewoon om verhaal spannend te maken. Mm. Dacht het al. Ja. Je bent kwaad nu? Ja, ik ben eigenlijk wel kwaad, ja. Absoluut. En weet je wat ik ga doen om u te straffen? We gaan die man die toch niet laten lopen, zeker? En wie zegt u dat zijn verhaal niet klopt? Dat ruikt er toch vanaf dat dat niet klopt? Werner, en dan is er nog iets, hè? Veronique. Wat gaan ze met Veronique doen? Hoe, wat gaan ze met Veronique doen? Ja. Als de politie de vrouw vindt die haar nichtje ontvoerd heeft. Ze wordt gezocht, hè, Werner? Ze wordt gezocht, hè? Ja, Drees heeft het zelf gezocht, hè? We kunnen toch niet blijven hopen dat ze ooit verstand gaat krijgen? Werner... Nee, deze keer is het te ver gegaan. Werner, half België staat op zijn kop omdat uw zus haar nichtje ontvoerd heeft. Denk je dat ze zullen laten gaan? Een half psychotische vrouw die haar polsen doorgesneden heeft en die daar ligt dood te bloeden. Of zou je ze zonder pardon zomaar in de gevangenis laten gooien misschien? Is dat de oplossing? Is dat wat je wilt voor Veronique, hè? Je zult wel gelijk hebben. Werner, het enige wat nu telt, dat is dat Julie en Veronique de kans krijgen om te genezen. Kom, we gaan eens naar binnen kijken hoe het ermee is. Kom. Oh, sorry, ik stoor. Dag, Waldek. Ah, Farahie. Ja, ik hoor de stem. Ik dacht dat Werner terug was. Werner? Nee. Dan nog iets gehoord of zo? Nee, nee, Valerie. Als ik nieuws heb, dan kom ik het u direct zeggen. Waar is Jenny? Daar juist was die nog in het café. Ik weet niet of dat je al gezien hebt. Nee, ik zal eens kijken. Oké. Okay. Sorry voor het storen. Oh, nee, maar het is niet mijn keuken, hè? Zonzakkoeken. Der Arzt kommt sofort. Sie können Niederländisch mit ihm sprechen. Er versteht es, aber er spricht es nicht. Er wird auf Deutsch antworten. Ah ja, ja, gut. Danke schön. Gerne. Mag ich fragen, ob es mit Veronique van Zevenhand geht? Ihr Zustand hat sich stabilisiert. Zum Glück hat sie keine Schlagader getroffen. Ah, das ist ein Unglück mit einem Unglück. Die Blutgruppe war auch vorhanden. Also die Bluttransfusion war kein Problem. Ich glaube aber, ihre geistige Gesundheit dagegen sei eher problematisch. Wie lange hat sie ihre Medikamente schon nicht mehr eingenommen? Wie lange? Eine Woche vielleicht mehr.
Also, ich überlasse Sie Ihren Sorgen. Übrigens, Sie haben Ihr Leben gerettet. Aber diesmal werden einige Pillen nicht ausreichen. Ja, hab ich auch wohl gedacht, ja. Ja, dokter, hoe is het met Julie van Sevenant, het meisje dat ze hebben binnengebracht? Ik ben haar vader. Hoe is het met haar? Is het ernstig? Nee, dat meisje had nur einige Schrammen und eine Beule. Zum Glück keine Gehirnerschütterung, also keine schwere Verletzung. Sicherheitshalber steht sie noch eine Nacht unter Beobachtung, aber sie brauchen sich um die Kleine keine Sorgen zu machen. Und der Opa übrigens auch nicht. Mag ich haar sehen? Ja, kommen Sie mit. Ich rufe jemanden, der Sie zu Ihrem Zimmer bringt. Ja. Jij blijft hier, Pepe. Of ik zorg dat je hier ook een kamertje krijgt. Klotzak. Marcel? Jenny, heb jij nog nieuws? Nee. Behalve dat Waldek terug is. Ja, ik heb ze er juist in de keuken gezien, alle twee. Ja. Hebben ze al gedaan mee eten? Ik denk dat ze een dessertje aan het nemen zijn nu. En hoe is het met u? Een beetje uitgerust? Ik heb heel een tijd liggen woelen. Och, Werner had wel eens kunnen bellen, hè. Ja, zeg, Valerie. Oh, tu. Geen nieuws is goed nieuws, hè. Voilà. Een witte wijn en een spa. Hm. Is dat voor Rosa en Waldek? Nee, nee, dat is voor kamer 3. Ja, maar ik zal het wel doen. Nee, 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 dan heb ik iets om anders. Hè. Hey, Julieke. Kijk eens wie dat hier is. Ja, en toen liep zo ongeveer de hele klas achter mij aan. Ik hoorde ze nog roepen. Domme kloot, domme kloot. Ja. Ik denk dat ik toen op dat moment daar een krak heb gekregen waarvan ik nooit genezen ben. Ja. Het is toen dat ze me kapot hebben gemaakt. Ja. Ja. Ik geloof dat jij mij ook een domme kloot vindt. Ja, dokter. Ja, na al die vertelseltjes van vroeger. Ah, kom aan, Marcel. Weet je, ik zit al jarenlang in het vak als dokter. En ik heb in al die jaren honderden, of zeg ik duizenden mensen gesproken. En uit al die gesprekken, hè, heb ik één belangrijk ding onthouden. Ah ja? Ja. Dat is dat je geen universitair diploma moet hebben om een goed mens te zijn. Ik heb mensen ontmoet met ronkende titels. Maar als ze u na 5 minuten nog altijd niet bedrogen hadden, was dat een teken dat ze het vergeten waren. En aan de andere kant heb ik heel eenvoudige mensen ontmoet. Mensen die ternauwernood konden lezen of schrijven. Maar die onmiddellijk bereid waren om te helpen. Mensen met een hart van koekenbrood. En ik geloof, zeg ik, ben er zeker van, dat jij tot die laatste categorie behoort. Hè? Ik een goed mens. Nou, ik geloof nooit dat de papa van Julie dat van mij vindt. Ja, die is over zijn toeren, hè, Marcel, dat moet je begrijpen. Maar ik geloof wel dat ik u versta, hoor. Ik was zo gelukkig, hè, toen ik dat kind dat flesje mocht geven. Oh, ja, geloof je dat? Maar het was dus schoon, joh. Ja, een gezinnetje. Een vrouw en een kind. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. Weet je wat het is, Marcel? Jij bent veel te lang alleen gebleven, hè? Ja, veel te lang.